Voorzitter, nogmaals dank en nogmaals gefeliciteerd aan collega Noordkamp voor zijn medespeech. Ik herken wat overeenkomsten. Ook ik heb ooit een keer PVV gestemd. Ook ik ben bekeerd. Dus de heer Pol, er is hoop voor u. U ook gefeliciteerd met uw medespeech. Ik hou erg van geschiedenis en de slag om Quatre Bras. De schoolplaat hangt op mijn kantoor. Dus ik weet helemaal waar u het over heeft. Ik zeg er wel meteen bij. Wij vochten daar wel onder Engels commando. En als je een vergelijk maakt met de 80-jarige oorlog, het Staatse leger bestond slechts voor 8% uit Nederlanders. Voor de rest waren het allemaal Duitsers, Schotten, Engelsen en Fransen die voor ons vochten. Dus vroeger waren we nog veel meer met andere mensen, andere landen bezig dan we dat nu doen. Voorzitter, de geschiedenis is de leermeester van het leven. Dat is een belangrijke uitspraak van Cicero. En ik had een inbreng helemaal gemaakt en ik dacht, ik ga niet mijn inbreng houden. Want we leven op een scharnierpunt van onze geschiedenis. En ik dacht, ik ga een stukje voorlezen uit Die Welt von Gestern van Stefan Zweig. En hij schrijft over de periode van net voor de Eerste Wereldoorlog, hoe zijn ouders op dat moment leefden. Ik citeer. Zelfs uit mijn vroegste kindertijd, toen mijn vader nog geen 40 jaar was, herinner ik me niet dat hij ooit haastig een trap op of afliep. Of überhaupt haastig zien doen. Haast gold niet alleen als iets onbeschaafd, ze was ook werkelijk overbodig. Want in deze burgerlijke stabiele wereld met zijn ontelbare kleine zekerheden en rugdekkingen gebeurde nooit iets onverwachts. Wat daar buiten in de periferie van de wereld aan catastrofes afspeelde, drong niet door in de goed gecapituleerde wand van het beveiligde leven. De Boerenoorlog, de Japans-Russische oorlog, zelfs de Balkanoorlog drong nog geen centimeter door in het bestaan van mijn ouders. Alle oorlogsberichtgeving sloegen ze in de krant even onverschillig om als een sportverslaggeving. En inderdaad, wat ging het hen aan wat er buiten Oostenrijk gebeurde? Wat veranderde dat nu aan hun leven? In Oostenrijk was er in die windstille periode geen politieke omwenteling. Geen plotselinge vernietiging van waarden. En hij besluit het stuk met, wat een lilliputten zorgen waren dat. Wat een windstille tijd. Voorzitter, en kort daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit. Met miljoenen, bijna 20 miljoen doden. En toen Stefan Zweig dit boek schreef, was het 1942 en inmiddels was hij gevlucht. Want hij was van Joodse afkomst en hij woonde in Brazilië. En hij was depressief geraakt omdat de mensheid opnieuw een grote fout had gemaakt. In de Tweede Wereldoorlog overleden veel meer mensen. Hè? 70 miljoen mensen overleden toen. En de dag nadat hij het laatste bladzijde van dit boek schreef, pleegde hij samen met zijn vrouw zelfmoord. En voorzitter, de vraag die dan bij mij opkomt, en dat is ook de reden dat ik heb gezegd, ja, ik ga geen inbreng houden, is meer van, wat zal er over ons geschreven worden? Hoe kijken onze kinderen terug op deze tijd? Zullen ze over ons schrijven, over annexatie in 2014? Hoe lamlendig we eigenlijk waren. Er gebeurde eigenlijk niks. Zelfs bij het neerhalen van de MH17. Bijna 200 Nederlanders kwamen om. En we gingen naar Wales en we spraken met elkaar af. Nee, nu is het serieus. We gaan 2% van ons bruto binnenlands product besteden aan defensie. En wat gebeurde er? We zakten nog verder naar 1,15%. En nu, 10 jaar later, zien we inmiddels de agressie van Rusland in Oekraïne. We zien hoe daar tienduizenden, vooral jonge mensen, omkomen. En we zien daar dat er een tekort aan munitie is. Dat wij als Westen niet leveren. We zien zelfs dat Noord-Korea een betrouwbare bondgenoot is van Rusland dan wij als Westen van het Oekraïne. En we hebben verkiezingen gezien waar we het vooral over bestaanszekerheid hebben gehad, terwijl dat de wereld om ons heen in brand stond. En uiteindelijk, de laatste weken, zien we nu staatshoofden en generaals zeggen, jongens, er kan een oorlog komen. Uiteindelijk lijkt het of dat we wakker worden. Eigenlijk is zelfs die oproep onzin. Want de definitie van oorlog is achterhaald. Onze definitie van oorlog is als er een tank bij Litouwen, een Russische tank bij Litouwen de grens overrijdt. Maar vanuit perspectief, vanuit Rusland, China, Iran, Noord-Korea, zijn ze al lang in oorlog met ons. Elke dag zijn 100.000 Chinese hackers bezig met het ondermijnen van cruciale infrastructuur. En dat werd vandaag ook duidelijk. Zelfs ons eigen defensieapparaat ligt onder vuur. Chinese staatsbedrijven kopen grondstoffen op, waardoor wij economisch afhankelijk worden. En niet alleen economisch of fysiek zijn we afhankelijk, zo meteen en kwetsbaar, maar ook cognitief. We hebben gezien
bij eerdere verkiezingen of bij de Brexit hoe Russische hackers social media misbruiken om uiteindelijk zelfs tussen onze oren te gaan zitten en met succes. Zelfs daar worden we ondermijnd. We zijn eigenlijk al lang in oorlog. We zien ook een nieuwe soort dreiging opkomen. Naast fysiek, naast economisch, naast cognitief zien we ook een asymmetrische dreiging opkomen. Non-statelijke actoren, waaronder Hamas, Hezbollah, die eigenlijk van het internationaal recht, waar wij als CDA groot voorstander van waren, wel misbruik maken. Want zij houden zich daar niet aan. We zien dat nu met Israël in Gaza. Zij gebruiken het internationaal recht om uiteindelijk ons nog verder zwak te maken, om ons verder op achterstand te zetten. En voorzitter, dan is de vraag, hoe gaan wij dit voorkomen? Hoe gaan we voorkomen dat uiteindelijk generaties na ons vernietigend over ons gaan schrijven? Dat wij naïef en decadent zijn geweest. Te lui zijn geweest in economisch voorspoedige tijden om ons eigen broek op te houden als het om veiligheid gaat. En wat het CDA betreft zijn dat vier dingen. 1 is onze verantwoording nemen. Onze bondgenootschappelijke afspraken nakomen. Dat is al meerdere keren genoemd, die 2% NAVO-norm. Maar ook al niet alleen als het gaat om investeren in lange afstand, maar we moeten ook aan burden en risk sharing doen. Want hoe moreel is het als wij onze broeders in Polen het werk laten doen op het slagveld en wij alleen maar investeren in F-35's? Dat is ondermijnend voor het bondgenootschap. Het tweede is, we moeten het beleid Trump-proof maken. We hebben het nu heel vaak over, ja, wat gebeurt er als Trump zo meteen wordt herkozen? Eigenlijk is dat helemaal niet relevant. Want zelfs als Trump niet zou worden herkozen, zelfs dan zal Amerika meer zijn focus moeten leggen naar de Indo-Pacific. En is er geen garantie dat de 100.000 militairen, Amerikaanse militairen, op ons grondgebied kunnen blijven? Het is natuurlijk ook idioot dat Amerikanen voor onze veiligheid moeten betalen. Dus ik vind sowieso, los van de uitkomst wat er in Amerika gaat gebeuren, moeten we sowieso investeren. En dan heb je het eerder over 3-4%. De derde is, we moeten de samenleving weerbaarder maken. Wij zijn dan ook trots als CDA dat wij initiatiefnemer zijn van een 10-jaar. Maar wat ons betreft is dat echt nog maar het begin. We moeten wat ons betreft echt daarop doorpakken. En ook nadenken over minder vrijblijvende manieren van een 10-jaar. We hebben het al gezien bij de New NATO Force Model, de doorrekeningen daarvan. Ook daarin maken wij afspraken. Maar als je goed gaat kijken wat onderaan die afspraken ligt, wij kunnen die personele afspraken gewoon niet nakomen. Kleine landen schieten gewoon tekort daarop. Dus we moeten daar echt over na gaan denken. En het vierde punt, voorzitter, is de bureaucratie aanpakken. We zien nu dat er meer wordt geïnvesteerd. En ik wil dan ook de complimenten geven aan allebei de bewindspersonen. Ze zijn aangetreden in een tijd die toch totaal anders is als nu. En ik zie ook dat breed in de Kamer eigenlijk wel eensgezind is dat er wat moet gebeuren. Maar ik zie dat we worden genekt in allerlei bureaucratische regels, opgetuigd in vredestijd die ons nu nekken, waardoor het soms onmogelijk is om snel geld uit te geven. Graag een reactie van de bewindspersonen op al deze vier punten. Dus de verantwoording wat betreft de NAVO, het Trump-proof maken van ons beleid, de samenleving weerbaarder maken en de bureaucratie aanpakken. En dan tenslotte, voorzitter, hebben wij als CDA een amendement ingediend voor het veteranen search team. En ik hoorde collega Karreman het ook al zeggen. Belangrijke aandacht voor de veteranen die al onze samenleving hebben gediend. En er zijn heel veel mooie initiatieven. Ik heb een amendement ingediend om het veteranen search team nu eenmalig 150.000 euro ondersteuning te geven. Wat het CDA betreft zou het structureel moeten zijn. Dit is zo'n mooi maatschappelijk initiatief wat ik heb gezien op mijn werkbezoek in Zeist. Het zou mooi zijn als wij dat structureel kunnen steunen. En ik ben voor de rest heel erg benieuwd naar de reactie op de vier punten. En ik hoop van harte, voorzitter, dat een meerderheid in deze Kamer de initiatiefwet om die 2% NAVO-norm als bodem te gaan steunen en ook onze verantwoording nemen wat betreft de invulling van die 2%. Want het is eigenlijk idioot dat het een politieke kwestie moet zijn. Dat moeten we gewoon allemaal doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Boswijk. Dan heeft u nog interrupties van in ieder geval de heer Seder en daarna de heer Ergin. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de heer Boswijk bedanken voor zijn mooie betoog. Voorzitter, velen weten het niet, maar ik ken de heer Boswijk al ver voor de politiek. Want we hebben samen de officierenopleiding gedaan. Volgens mij gingen we gelijk op, maar ik was volgens mij wel beter in schieten dan de heer Boswijk, kan ik me nog heugen. Maar hij zal vast een andere versie hebben van het verhaal. Maar voorzitter, wij hebben ons ingezet als reservist bij onze eigen motivatie. Maar tegelijkertijd zien we dat de bereidheid, terwijl dat nu aan het toenemen is in een veranderende wereld, nog wel vrij laag is. U kent de cijfers dat volgens mij na Japan er geen enkel land op aarde
de cijfers zo laag zijn als het gaat om bereidheid om ook namens je land te willen dienen, te willen staan, om op een of andere manier ook met defensie te maken te willen hebben. En ik wil toch ook de heer Boswijk vragen, want hij had het daar ook kort over, maar welke ideeën heeft u? Meer geld, meer salaris, dat doen we, we zetten dat in. Maar hoe kunnen we die beweging in de komende jaren in de veranderende wereld ook gaan inzetten? Dat mensen eigenlijk ook steeds vaker de vraag gaan stellen. Hey, moet ik hier niet iets mee? En hopelijk ook die vraag met ja beantwoorden. Meneer Boswijk. Nou, voorzitter, laat ik allereerst beginnen op dat eerste punt. Ja, dat vermoed ik al. We zijn heel nieuwsgierig naar uw kant van de vraag. Zoals collega Seder weet, heb ik al een verzoek neergelegd bij de staatssecretaris. Ik heb gezegd, ja, ik wil heel graag aan mijn skills werken. De wet staat dat helaas niet toe. Maar het is inderdaad nodig. Het is levensgevaarlijk om mij zomaar los te laten. Dus als de staatssecretaris heeft een toezegging gedaan om te onderzoeken wat er mogelijk is. Dan hoop ik dat ik dat ga verbeteren. Het tweede punt is een hele belangrijke vraag. Vorig jaar december was ik in de National History Museum of American History of zoiets in Washington. En een hele mooie tentoonstelling met een gigantische Amerikaanse vlag. De vlag die geïnspireerd het Amerikaanse volklied heeft geïnspireerd. Heel indrukwekkend, maar wat mij het meeste aandacht trok was een poster zo groot. En die posters zijn gemaakt in opdracht van een toenmalig Amerikaans president Roosevelt in 1942. En die beelden de Four Freedoms uit. En de poster die daar hing, stond daarboven, bescherm de vrijheid van geloof. En je ziet op de poster, zie je allemaal mensen bidden. En er staat onder, buy war bonds. En ik zou bijna willen pleiten voor zo'n bewustwordingscampagne. Omdat ik vind dat we in een wat decadente samenleving leven, dat de steun aan Oekraïne afneemt als de inflatiecijfers toenemen, als onze koopkracht wordt geraakt. Ik vind dat typerend voor de samenleving waar wij helaas op dit moment in leven. Dat wij onze afwegingen maken over wat doet het in onze portemonnee. Terwijl dat toen een strijd werd gevoerd op welke waarden staan er op het spel. En ik vind eerlijk gezegd dat wij als politici, niet alleen bewindspersonen, maar allemaal individueel, continu dag in dag uit mensen mee moeten nemen. Welke waarden staan er op het spel? En dan vind ik de waarden die wij hebben, vrijheid van geloof, vrijheid van demonstratie, vrijheid van vergaderen, noem alles maar op, dat we het onvoldoende realiseren dat in een deel van Oekraïne die waarden ze niet meer zijn. En ik vind dat het daarover moet gaan. En dus ik ben ook wel benieuwd hoe de bewindspersonen daarnaar kijkt. Maar ik zou echt een publiekscampagne willen hebben, permanent op dit onderwerp. En onder andere het dienjaar denk ik dat een hele kleine invulling daarvan is, omdat dat, ik weet dat u het zo ervaart, ik weet zeker dat de heer Tuinman het zo ervaart, maar je militaire vorming is net een beetje als de verzuiling. Je komt daar mensen tegen die normaal nooit tegen zou komen. En ik weet nog dat ik op de slaapzaal kwam en dat je gedwongen wordt om met mensen om te gaan waar je misschien op een verjaardag had gezet. Gatsidari, daar heb ik echt geen zin om naast te zitten. Maar daar heb je geen keus. En na een week kom je erachter, nou, die gozer deugt of die vrouw deugt. Eigenlijk best een toffe peer. Nou, dat kan een dienjaar bijvoorbeeld ook betekenen om onze samenleving veel hechter en weerbaarder te maken. Nou, voorzitter, ik kan er nog uren over praten, maar ik ben heel blij met deze vraag. Dank u wel. Ik krijg het woord nog aan de heer Ergin namens Denk. Ja, voorzitter, de heer Boswijk had een mooi compliment daarvoor, een mooi betoog over internationale rechtvaardigheid en eigenlijk ook over de borging en de bescherming daarvan. En de heer Boswijk had, als ik me niet vergis, twee weken terug of vorige week nog een uitspraak, een oproep gedaan om producten uit illegale nederzettingen in de Westbank, om daar, ik noem het even, een boycott op toe te passen. En vandaag stemden we over een motie die daartoe opriep en het CDA stemde tegen. En eigenlijk is mijn vraag aan de heer Boswijk via de voorzitter of het CDA nog steeds voorstander is van een boycott van producten uit illegale gebieden. De heer Boswijk. Ja, voorzitter. Ik ben inderdaad twee weken geleden naar Israël en naar de westelijke Jordaanoever gegaan. Op eigen initiatief en eigen kosten. Dus ik heb 3 dagen in een hostel geslapen. En enerzijds heb ik daar gezien wat er in de Israëlische samenleving speelt. De complexiteit, hoe getraumatiseerd die samenleving is. En heb ik ook veel meer begrepen over wat er in Gaza gebeurt. En het is verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt. Laten we dat ook verrassen. Maar ik zeg er ook meteen bij, ik begrijp heel goed dat Israël zichzelf ook moet verdedigen. Want dit is volgens hun ook een essentiële dreiging. Ik ben daarna, omdat ik het belangrijk vond om de twee kanten van het verhaal te zien, ook naar de westelijke Jordaanoever geweest. En nou ja, ik heb het ook gezegd, ik ben hem echt kapot geschrokken van wat ik daar heb gezien. Over hoe gestructureerd, hoe grootschalig en hoe permanent de illegale nederzettingen waren.
In mijn emotie, en dat is jammer als je een interview krijgt, ik had een interview van 30 minuten in de hoop dat het beeld was, nou, het is een genuanceerd verhaal, er is geen zwart-wit, het is vooral heel veel grijs. Dit is wat bij heel veel mensen is blijven hangen, dat snap ik. Ik had die uitspraak niet op die manier moeten doen. Waarom niet? Omdat ik er inmiddels achter ben gekomen dat een boycott praktisch niet uitvoerbaar is. Omdat het heel moeilijk te labelen is wat de producten zijn. Omdat het ook heel snel, ik noem wat dadels bijvoorbeeld, weet ik inmiddels alles van. Die worden via Marokko verpakt, dus wij hebben helemaal geen idee dat die bijvoorbeeld hier terechtkomen. Dus het is voor het beeld heel erg mooi, maar in de praktijk pakt dat niet goed uit. En het tweede punt is, dus het is weinig effectief ben ik achtergekomen. En het tweede punt is dat het bij mensen meteen op heeft gewekt van ja, koop niet bij Joden. Dat heb ik er natuurlijk nooit mee bedoeld. Het ging echt om de illegale nederzettingen. Dus ik heb die uitspraak hebben genuanceerd, maar wat ik niet heb genuanceerd is dat ik daarvan geschrokken ben en dat ik vind dat het illegale nederzettingenbeleid, de twee-staten-oplossing waar het CDA in gelooft, echt in de weg zit. En dat ik vind dat onze overheid daar ook veel strakker en strenger op moet zijn. Ik weet dat u ook een andere motie heeft ingediend en die hebben wij om die reden wel gesteund. Omdat wij daar in die aanpak meer geloofden dan in de boycott. En dat is wat ik erover kan zeggen, voorzitter. Dank u wel. De heer Ergen, vervolgvraag. Ja, voorzitter. Voor mij teleurstellend dat het CDA op dit punt in ieder geval een ander standpunt inneemt dan vorige week. Maar in het verhaal van de heer Boswijk had de heer Boswijk het ook heel duidelijk over dat we de mensen daar moeten beschermen tegen onrecht. Mm-hmm. Of tegen mogelijke onrecht, zei de heer Boswijk. En we hebben nu in Nederland een situatie waarbij Nederland onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen levert aan Israël. Is de heer Boswijk van mening dat we eigenlijk onszelf ook moeten gaan beschermen tegen mogelijke, ik noem het er expliciet bij, mogelijke, want daar heeft de rechter een uitspraak over gedaan, mogelijke schendingen van mensenrechten in de gebieden waar de heer Boswijk is geweest? Is de heer Boswijk van mening dat we ook daar de samenwerking moeten, op zijn minst vanuit zijn lijn, moeten verminderen? Ik ben het eens dat we Israël en elke bondgenoot, maar in het bijzonder juist ons bondgenoten, moeten aanspreken op het houden aan het humanitair oorlogsrecht. Dat hebben we als CDA vanaf het begin van dit conflict ook gedaan. Ik vind ook dat we veel meer dat onafhankelijk toezicht moeten doen, zodat er bewijsvoering voor mogelijke misstanden altijd, dat er altijd achteraf rechtszaken in kunnen plaatsvinden. Daar hebben wij ook als CDA een motie over ingediend, die ook is aangenomen. Ik vind alleen het nu al zeggen van ja, we gaan bepaalde onderdelen niet geven, dat vind ik echt veel te snel. Eén, omdat je dus, en dat heeft de rechter ook gezegd, je kan nog niet vaststellen dat er mensenrechten schending zijn geweest. En twee, kijk, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En ergens gelukkig en ergens ook frustrerend. Maar het gevoel van onveiligheid dat Israël heeft vanuit raketaanvallen, vanuit Gaza, maar ook vanuit Libanon, vanuit Hezbollah, dat is zo extreem. Zij hebben de middelen nodig, ook om hun bevolking te beschermen. Dus ik ben er niet voor om wapenonderdelen die Israël nodig heeft om zichzelf te kunnen beschermen, om dat te stoppen. Nee. Dank u wel. Dan, u heeft al 6 interrupties, maar ik had gezegd coulant te zijn. Dus tot slot dan wel kort, en dan doe ik ook een beroep op de heer Boswijk om de beantwoording ook kort te houden. Ja, voorzitter, het tweede antwoord is voor denk ook zeer teleurstellend, omdat wij van mening zijn dat je niet alleen producten uit illegale gebieden zoals dadels, wat is het, granaatappels, vijgen, dat je daar een boycott, een verbod op moet voeren, maar ook op het leveren van F-35 gevechtsvliegtuigen, onderdelen daarvan, omdat we zien dat er gewoon te veel burgerslachtoffers vallen. 27.000, waarvan 13.000 kinderen. En ik vind het eigenlijk een beetje te makkelijk dat we hier in het huis zeggen van ja, maar we moeten ook kijken naar de andere kant van het verhaal. Volgens mij is mijn conclusie heel eenvoudig. We moeten stoppen met het leveren van onderdelen aan Israël. Dank u wel. Uw betoog is helder. Ik kijk nog even naar de heer Boswijk, of u daar nog op wil reageren. Nee. We hebben er al heel veel debat over gehad. Dan de heer Eermans, ja 21. Voorzitter, dank u wel. Mooi betoog. Van de heer Boswijk. Ik heb een vraag over het punt rond de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat we hebben vooropgesteld dat die oorlog moet gewonnen worden door Oekraïne. De bezetter Rusland moet worden teruggedrongen. U spreekt in deze kwestie over het verdedigen van waarden. U ging daar
heel bijna, nou niet emotioneel, maar u was daar stevig over. Dat, daar zullen wij de waarde moeten bevechten. En ik denk dat u gelijk heeft, dat niet alleen een dreiging is voor het Europese vasteland, maar ook de waarde, welke waarden hier zullen overwinnen. Maar hoe ver gaan we daarmee? Hè? Want u gaf zelf dat voorbeeld van inflatie omhoog, steun neemt af. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar zou dan het CDA ook zelfs bereid zijn om Nederlandse soldaten af te vaardigen om die oorlog te winnen? Heer Boswijk. Voorzitter, nee, daar is nu op dit moment geen sprake van. We hebben een NAVO-bondgenootschap waarin wij zeggen op artikel 5... een aanval op één is een aanval op alle. Oekraïne is op dit moment geen NAVO-lid. In de toekomst wat het CDA betreft ligt de toekomst van Oekraïne wel in de NAVO. Alleen ja, op dit moment kunnen ze geen lid worden, want dat kan alleen als een land in vrede is. Dus feitelijk is Oekraïne geen lid van de NAVO. Ja, wij zijn formeel niet in oorlog met Rusland. Dus ik zie nu geen reden om Nederlandse militairen erheen te sturen. Ik denk wel dat we op het zwarte scenario moeten voorbereid zijn. Dus militairen permanent vestigen aan de Oostfront lijkt mij heel verstandig. En tot die tijd er alles aan doen om Oekraïne te zorgen dat Oekraïne de oorlog uiteindelijk kan gaan winnen. En tweede is, parallel daaraan, heel hard werken aan investeringen in onze krijgsmacht. Kijken naar vormen dat we ook personele gaten kunnen gaan vullen. Zodat uiteindelijk Poetin, want dat is wel grappig, elke keer als ik oproep tot meer investering, defensie of uitbreiden van het dienrecht, word ik weggezet als een oorlogshitser. Terwijl het juiste bedoeling is, als je jezelf alles opbouwt, dat Poetin uiteindelijk in zijn hoofd de afweging maakt. Ik ga het niet doen, want dan krijg ik een paar tikken terug. Hij is Oekraïne binnengevallen omdat hij deels terecht de taxatie heeft gemaakt. Ze zijn zwak, dus nu is mijn moment. Dus ik denk dat onze inzet vooral moet zijn er alles aan doen dat het niet nog verder escaleert. Maar op dit moment Nederlandse militairen in Oekraïne, wat mij betreft, is daar geen sprake van. Een vervolgvraag voor de heer Eermans. Daar volledig mee eens. Ik denk dat zo de Koude Oorlog ook is beëindigd doordat Amerika liet zien, er valt niet te spotten. En daar hebben we natuurlijk de hele kruisraketten discussie over gehad. Ik ben het daar volledig mee eens. De vraag is natuurlijk, in dit geval, waar ligt dan die grens? Dus ik ben wel blij met het genuanceerde antwoord van de heer Boswijk. Want je wil natuurlijk niet, kijk, ik wil niet een Poetin-aanhanger worden verweten als ik zeg van waar ligt dan die grens? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag aan het kabinet. Wanneer moet Nederland nog meer gaan doen dan we al doen? En wat is onze positie daarin? En hoe staat het in verhouding tot de NAVO? Dus in dit geval wordt die vraag toch al op tafel gelegd. Van ja, wat gebeurt er als dat beroep op het Nederlandse leger wordt gedaan? Maar dan zegt u dus in dit verband, daar is de grens wel bereikt. We gaan geen Nederlandse jongens afvaardigen naar de oorlog in Oekraïne. Nee. Okay. Helder antwoord. Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Dobbe, SP. Ja, dank u wel. En ook dank u wel voor het betoog van de heer Boswijk. Ik vond het heel mooi dat u zei, dat de heer Boswijk zei via de voorzitter. Hoe willen wij dat andere toekomstige generaties op ons terugkijken? En dat heeft mij aan het denken gezet. Want daarna kwam wel een betoog voor meer wapens, meer bewapening. En wat ik zelf niet zou willen, is dat de volgende generatie op ons terugkijkt en ziet dat wij een soort wapenwedloop organiseren. En ik zeg niet dat u dat propageert, maar dat wilt u vast ook niet. Maar dat willen we niet, dat de volgende generaties op ons terugkijken. En eigenlijk zou ik heel graag willen dat de volgende generatie op ons terugkijkt als de generatie die vrede heeft gebracht. En ik vraag de heer Boswijk dan ook, wat is dan ons pad, behalve al die bewapening en het klaarstaan voor het zwarte scenario en alles wat hij benoemt, maar wat is ons pad naar vrede? De heer Boswijk. Ja, voorzitter, het is inderdaad een ingewikkelde paradox die mevrouw Dobbe hier neerlegt. Maar ik denk dat de geschiedenis uitwijst dat de beste voorbereiding of de beste risico of beste mogelijkheid van vrede het voorbereiden op oorlog is. Dus dat houdt in dat je juist om autocratische regimes en agressieve regimes af te houden, dat je uiteindelijk jezelf moet wapenen. Is een bekende uitspraak van Clausewitz, aangezien we nu toch met Sun Tzu en zo aan het strooien zijn, die zegt, zelfs de grootste agressor is een liefhebber van de vrede. Want het liefst zou hij zijn land willen, van de opponent willen binnenvallen zonder geweld te gebruiken. Ik denk dat dat de gebrokenheid van de wereld is waarin we leven. Dus om die agressor af te houden, dat je uiteindelijk moet zorgen dat je een stekelvarken bent, dat hij wel afziet dat hij dat doet. En ik denk dat we die analyse wel kunnen maken dat Poetin
de afweging heeft gemaakt. Joh, die decadente lui aan de Noordzee, die geven eigenlijk niet om Oekraïne en om die waarden. Die geven alleen maar om de euro's en om een draaiende economie. Oekraïne is op dit moment zwak, dus ik pak nu pakken ze terug. En een deel heeft hij gewoon gelijk, want ik zei het net al, in 2014... de zogenoemde groene mannetjes, die annexeren gewoon een deel van een land. En wat hebben we eigenlijk gedaan? Helemaal niks. Zelfs na EMA-17 bleef het bij grote statements, maar uiteindelijk de echte actie bleef gewoon weg. Dus ik denk helaas, en dat is een onbevredigend antwoord van mevrouw Dobbe, maar ik denk dat als je in een onveilige wereld waarin we nu leven, dat je niet ontkomt om te zorgen dat je investeert in je defensieindustrie. Tot slot, mevrouw Dobbe. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook voor uw coulance dat u mij nog een interruptie toestaat. En dank u wel ook voor het antwoord. Ja, ik vind het wel inderdaad een lastige. En u zegt al, het zal een onbevredigend antwoord zijn. Dat is het ook wel een beetje. Omdat, ja, als we kijken naar de geschiedenis, dan zijn er natuurlijk ook een heleboel momenten die niet de geschiedenisboeken hebben gehaald. Dat zijn namelijk de momenten dat er geen oorlog is uitgebroken en dat er geen escalatie is geweest. Omdat er bijvoorbeeld diplomatie op de achtergrond speelde, er gesprekken waren, dat soort zaken. Hè. En hoe ziet de heer Boswijk dat dan? Want om tot een einde van dit bloedvergieten te komen, wat nu bezig is, hè, en wij zijn niet tegen wapenleveranties om Oekraïne te verdedigen. Maar om een einde aan dit bloedvergieten te komen, moet er toch een alternatief pad zijn. En ik mis toch dat pad. De heer Boswijk. Ja, voorzitter. In de geschiedenis zijn er inderdaad veel vredesonderhandelingen succesvol geweest. Maar bij bijna al die vredesonderhandelingen ging er wel een oorlog aan vooraf. En hebben uiteindelijk partijen toch de afweging gemaakt. Heeft het nog zin om door te vechten of niet? Dus dan nog ontkom je er niet aan. Om jezelf een zo goed mogelijke positie aan die onderhandelingstafel. Want natuurlijk wil Poetin vrede. Wat ik net ook al zei in die quote. Natuurlijk wil Poetin vrede, maar wel onder zijn voorwaarden. En dat zijn niet de voorwaarden die wij willen. Dus wil jij de beste uitgangspositie voor Oekraïne realiseren, dan zou je moeten zorgen dat Oekraïne de meest stevige positie heeft in zijn eigen land. En daar ontkom je er weer niet aan om toch te zorgen voor voor de juiste bewapening. En ik heb al eens eerder met uw voorganger, collega Van Dijk, Jasper Van Dijk, ook een soortgelijke gesprek gehad. Er zijn in de geschiedenis ook echt wel volken geweest die pacifistisch zijn geweest. En ik baalde ervan dat ik die naam niet kon vinden, want ik heb hem toen ook gebruikt. Er zijn indianenstammen in Noord-Amerika geweest die pacifistisch waren en die hielden ook op te bestaan. Dus dat is helaas hoe onze geschiedenis werkt. Dus ik ben toch wel voorstander, wil je vrede, zou je toch moeten zorgen dat je je eigen spullen op orde hebt. Dank u wel. Volgens mij is het ook een beschouwing die u wellicht ook nog op een ander moment naar de kan voortzetten. Ik geef nu het woord aan de heer Dassen namens VOD. Dank voorzitter en dank ook aan de heer Boswijk voor zijn mooie betoog. Trump-proof, dat kan ik volledig onderstrepen. En ik vond het bijzonder mooi dat u Stefan Zweig ook aanhaalde. Wellicht mooi om ook te lezen. Er zijn drie lezingen die gebundeld zijn aan de Europeanen van vandaag en morgen. Waarin hij ook zijn visie, die soms echt visionair was, onder andere het Erasmus-programma, noemde hij daar al, brengt. En hij geeft daar ook dus aan hoe belangrijk het is een verenigd Europa, zeker in het verscheurde Europa van de jaren 30, waar hij natuurlijk in leefde. Een van de punten die hij ook zei is, we moeten absoluut niet naïef zijn. En Europa moet niet een project van dromen en papier zijn. Daar moet elke dag keihard aan gewerkt worden. En dat is nog even een vraag die bij mij wel opkwam als ik naar het betoog van de heer Boswijk luister. Want ik hoor veel goede punten, maar ik hoor wel nog heel erg het verhaal van we moeten het als Nederland zelf gaan doen. En ik was dus nog even benieuwd of de heer Boswijk ons nog iets meer mee kan nemen in waar vindt hij ook dat we nu als Europa stappen moeten maken. Als het gaat om de defensieindustrie, als het gaat om taakspecialisatie, als het gaat om gezamenlijke inkoop. Daar zou ik graag nog wat meer over horen, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Boswijk, maar ik verzoek hem wel om wat korter te zijn. Want we hebben allemaal spreektijd en hij heeft de neiging om zeg maar zijn antwoorden nog langer te maken dan de eigen inbreng. Dus
Excuus. Doet u een poging. De ondertitel van het boek is trouwens Herinneringen van een Europeaan. Dus ik had deze interruptie kunnen verwachten. Ik geloof erg in Europese samenwerking binnen NAVO-bondgenootschap. Dus ik geloof niet van dat we nog parallel aan het NAVO-bondgenootschap een Europees leger gaan oprichten. Maar ik ben er wel van mening. Ik heb het al ontelbare keren in debatten het voorbeeld genoemd van de 178 verschillende wapensystemen in Europa versus de 38 verschillende wapensystemen in de VS met een veel grotere krijgsmacht. Dus ja, dan zeg ik, dan moeten we veel meer onze inkoop gezamenlijk doen, moeten we veel meer dezelfde, en niet dat maar één wapensysteem, dat maak je ook kwetsbaar, maar een toch een wat minder wapensysteem. Dus ik ben erg voor meer Europese samenwerking en afstemming. Ik denk dat het kabinet daar, het demissionaire kabinet daar ook best wel wat stappen in heeft gezet. Maar sommige onderdelen zeg ik van joh, als het gaat over bijvoorbeeld munitieproductie, dan weet u, dat tekort is zo enorm groot. Het gaat niet om hele hoogtechnologische producten. Daarvan zeg ik, joh, laten we allemaal gaan produceren. Want als je kijkt hoeveel Rusland verschiet, hoe groot het gat is. We willen ook nog meer gaan oefenen, dus we zullen ook zelf meer gaan gebruiken. Op zulke onderdelen zeg ik, joh, dan moeten we ook zelf gaan produceren. Maar het gaat over heel hoogtechnologisch. Nou, zijn wij goed in de radarsystemen en fregattenbouw bijvoorbeeld. Duitsers in tanks. Nou, daar moet je de middenweg in vinden. Dank u wel. Vervolgvraag van de heer Dassen. Nou, voorzitter, goed op te horen. Kijk, we verbranden als Europa tussen de 25 en 75 miljard per jaar. En dat was nog voordat er enorme investeringen gedaan gaan worden. Dus als we alles zelf blijven doen of dubbelop gaan doen, dan wordt dat geld verbranden alleen maar groter. En met de urgentie die er nu is en ook met het Trump-proof maken. Dus dat betekent ook dat we minder afhankelijk van de Verenigde Staten moeten worden met een stevige Europese pilaar onder NAVO. Ja. Zullen we dat echt meer Europees gaan doen? Dus ik hoop ook dat de heer Boswijk die lijn iets harder verkondigt, ook in zijn verhaal, om dan ook met elkaar die stappen te kunnen maken. De heer Boswijk. Nou, tot slot, voorzitter. Ik denk dat dat collega Dassen en ik het op veel onderdelen eens zijn. Ik denk alleen dat je echt op sommige producten, en nogmaals de munitie bijvoorbeeld, dat is niet alle munitie is hoogtechnologisch. De massa moeten we daar echt heel snel gaan opschroeven. Daarvan zeg ik, nou, dat kan je prima als Nederland ook zelf doen. Maar veel, bijvoorbeeld helikopters, noem alles maar op. Daar ben ik een groot voorstander van om dat inderdaad gezamenlijk met een aantal Europese landen op te gaan pakken.